Waarom wordt jij bedankt in het boekje? Weet niet eigenlijk. Omdat ik het geduld heb gehad om met Shane te werken. Geef toe, Jezus. Waarom ik word bedankt? Ja, omdat Shane heeft me bedankt omdat we samen de muziek hebben gemaakt, denk ik. Waarom heb je hem bedankt? Klopt dat? Omdat hij heeft heel veel tijd ingestoken en kwam gewoon met nummers aan en hij heeft een hele setup, zeg maar. Hij is echt producent en soms moet je echt heel veel dagen lang aan iets werken en als je niet in gelooft, dan ja, dan heeft het weinig zin. En hij heeft mij wel blijkbaar in mij geloofd en dat is wel belangrijk. Dat je wilt doorzetten en in het begin verdien je geen geld en is allemaal, je denkt misschien kan dit iets worden, misschien kunnen we een cd maken, misschien kunnen we een band regelen, gaat dat wel? Had het sowieso druk met andere bands, dus ja, dan zat ik ertussen, ja ik heb nog een nummer, kun je even dit nummer, dit doen en dat doen en een beetje zo laten klinken en dan, ja, en dan hebben we langzamerhand een soort een sound gecreëerd. Hoe kun je dat omschrijven, zeg maar, als je wat jullie nu werken? Bedoel, dat is natuurlijk op een gegeven moment heel goed gegroeid. Wat is zijn rol? Vraag ik aan jou. Hij komt meestal met ideetjes. In principe zijn het begon ook dat Shane gewoon met liedjes kwam. Eigenlijk begon het dat Shane met een mini-disc voorkwam met zeg maar 20 verschillende dingetjes en die dat één liedje moesten worden. Dus dan was ik meer een soort editor. Dan ging ik van nou oké, dat is ook iets wel leuk, dat vind ik niks. En dan een beetje op een hoopje gooien en husselen en een geluidje van maken. Ja. En dat is het eigenlijk. Ja, Shane is de zanger en het, zeg maar de creatieve geest die altijd alle kanten op gaat. En ik probeer dat in banen te leiden. Dat is een goeie. Dat is wel waar. Maar dat was zeg maar, destijds was het natuurlijk dat jij zeg maar meer editor was. Hoe is het nu? Nu ben ik dat nog steeds en nu ben ik ook bandleider en producer, zeg maar. Dus in principe schrijf je nu ook mee? Wij maken samen de liedjes, zeg maar. Nu wel, zeg maar in het begin, als ik het goed begrepen heb, niet? Nou, eigenlijk vanaf het begin, ja, eigenlijk wel, zou je kunnen zeggen. Want ik voeg natuurlijk ook steeds melodietjes toe en dingetjes. Het wordt toch een samenwerking op die manier. Maar het is niet de ouderwetse manier van dat je met twee gitaren gaat zitten en liedjes schrijven. Zo is het niet. Het is meestal komt Shane met het begin. Later ben ik ook af en toe een riffje aan Shane gaan geven en zo. En op die manier hebben we ook gewerkt. Wat is zijn kracht dan? Dat hij altijd een andere kant op wil. En altijd gewoon veel ideetjes. Laten we zo zeggen, als je hem niet had ontmoet, dan had jij nooit zeg maar, die dingen af kunnen maken. Ik denk het niet, nee. Ik had het technische dingen niet. Ik had het technische verstand niet. Het is heel moeilijk. Ja, ik had wel een recorder ooit. Maar toen ik hem ontmoet, had ik een heel andere stijl van muziek. Wat ik leuk vond. Een beetje anders en hij had meer een vrolijke kant op mij laten zien. En ik dacht, oh ja, zo kunnen we het ook, interessant. Dus ik heb dingen van 5 jaar geleden een beetje geschrapt en begon ik verse dingen te creëren. Een beeld in me, heel beeldachtig en kom ik met een nummer met een gitaar of een piano en heel veel wat eigenlijk het nummer is met tekst. En zei, dit is een beetje het en dan gingen we gewoon samen. Zo werkte hij aan zijn eentje, zei, dit hebben we gedaan, vet of niet leuk. En dan, ja, helemaal te gek. En dan kunnen we dit doen en misschien een beetje blazers daar, ja, heel laag daar. Dat soort ideeën. En dan langzamerhand een nummer. Of een nummer is een goed voorbeeld. Dat begon ook als een soort Rufus Wainwright ballad, heel gedragen. Ja, ik vond het wel een mooi liedje, maar ik dacht, nou ja, wat moeten we daar nou mee? Zo, en, op een gegeven moment kwam ik met het idee om daar dan een soort ska-beat onder te zetten. En dan gaat het ineens een heel andere kant op en zo. Ja, dat was heel leuk.